De marechaussee doet uitgebreid terreuronderzoek op Rotterdam The Hague Airport. Het onderzoek werd gestart na een anonieme melding bij de politie over een terrorisme-dreiging. De toegangswegen naar het vliegveld zijn sinds 12:30 afgezet. Daar zijn extra controles voor auto's en bussen die er langs willen. Het vliegverkeer ligt niet stil. En op Rotterdam The Hague Airport staat verslaggever Jan Roelof Visser. Jan Roelof, wat merk jij van die extra controles? Ja, je merkt het al, als je het terrein op komt rijden, daar staat dan een bus van de marechaussee midden op de weg. Mensen met automatische wapens, je wordt kort even gecontroleerd, maar daarna mag je gewoon doorrijden. Als je dan hier bij de luchthaven aankomt, kan je gewoon je auto parkeren, je kan gewoon de vertrekhal in, je kan bij de winkels kijken, je wordt niet gecontroleerd. De spullen die je bij je hebt worden niet gecontroleerd. Dus ja, dat is eigenlijk wel raar. Je weet niet wat er nou precies aan de hand is. Zowel het personeel van de luchthaven als de passagiers zijn ook vandaag niet ingelicht. Maar toch wordt er gezegd dat de passagiers geen moment in gevaar zijn geweest. Nou, er is een anonieme melding binnengekomen bij de politie. Die inhoudt dat er een dreiging is op Rotterdam The Hague Airport. Nou, politie en marechaussee doen er alles aan om de veiligheid te garanderen op deze luchthaven. Vandaar dat u ziet wat u ziet. U ziet marechaussee en politie in de nabijheid van Rotterdam Airport. En bij de ingang van Rotterdam Airport. En dat is alles wat ik op dit moment kan mededelen. Mocht er nieuws zijn, dan hoort u dat van ons. Is er een direct gevaar voor de reizigers? Nogmaals, op dit moment kan ik niets vertellen over de inhoud. Maar u roept mensen, moeten mensen Rotterdam Airport mijden? Daar is op dit moment geen sprake van. Hoe kwam de tip binnen? Een anonieme melding bij de politie. Op welke manier? Dat kan ik u niet vertellen. Blijven deze veiligheidsmaatregelen van kracht? Verlopen? Ook daar kan ik geen antwoord op geven op dit moment. Waarom worden er helemaal geen personen gecontroleerd? Over hoe wij controles inrichten en hoe we dat doen, dat houden we liever voor onszelf. Nee, dat is, maar wij zijn allemaal zomaar de airport opgekomen. Ja, daar was ik niet bij, daar kan ik niks over zeggen, hoe u hier bent gekomen. Wij doen onze zaken zoals wij die normaal gesproken verrichten. En heb vertrouwen, wij doen ons uiterste best om te zorgen dat mensen hier op de luchthaven en de omgeving veilig zijn. Ja, Jan Roelof, het publiek heeft geen hinder, het vliegverkeer ook niet. Hoe serieus schat jij de dreiging in? Dat is moeilijk in te schatten, Mirjam. Kijk, even achter me mee, dan zie je dat daar nog steeds zo'n wagen van de marechaussee staat. Daar staan nog steeds mannen met automatische wapens. Ja, die staan er echt niet voor niets. Maar voor de rest komen er geen mededelingen. Je hoorde het net al in het filmpje. Aan de andere kant is de burgemeester wel vandaag uit de gemeenteraad gehaald. Hij werd elders bijgepraat, heeft daarna overleg gehad met politie en justitie in de zogenaamde driehoek. Ja, er is iets aan de hand, maar hier vandaan is echt niet duidelijk wat er nou precies aan de hand is. Dankjewel, Jan Roelof Visser.